Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. In deze video laat ik jullie zien hoe je deze elektrische schroevendraaier maakt. Een schroevendraaier moet natuurlijk in twee verschillende richtingen kunnen draaien, om dingen los en vast te schroeven. Hier hebben we de schakelaar om te kiezen naar welke richting hij draait, vast of los. En hier zit een drukknop om dan ook werkelijk de schroevendraaier te laten draaien. Dan hebben we hier een draad naar de batterij, omdat het dan gemakkelijker is om vast te houden. Hier hebben we dan een bithouder. En daar kunnen we dit soort bitjes in doen. Dit zijn de materialen die je nodig hebt. Zoals jullie kunnen zien heb ik alles aan elkaar gesoldeerd. Hier is dus de verlengkabel. Als ik dus hier de batterij op klik, heb ik dus hier de schakelaar en de drukknop. De drukknop is de aan-uit-schakelaar nu. De schakelaar kun je gebruiken voor het bedienen van de richting. We hebben dus de batterij, die zit hier dus verbonden met rood en zwart. En de rode en de zwarte draad, die gaan van, in dit geval dus van de zes polen, de rechtsboven rode draad gaat kruislinks door naar linksonder. En de zwarte draad rechtsonder gaat kruislinks door naar linksboven. Ik ga nu even alles vastlijmen in het omhulsel en dan alles aan elkaar plakken. Zoals jullie kunnen zien heb ik heel het omhulsel vastgemaakt. En alles werkt. We hebben hier dus de draad die loopt dus naar onze batterij. En dat heb ik eigenlijk allemaal gedaan omdat het dan gemakkelijker is om vast te houden. Hier heb ik dan de drukknop. En als ik daar dus op druk. En hier hebben we dus de schakelaar en om het geluid te horen zal ik dus deze drukknop inhouden en dan deze schakelaar verzetten. Hier hebben we dus onze bithouder en hier heb ik dus de bitjes. Deze steek ik erin en dan zet ik dit hierop. Alles is dus aangesloten en de schroevendraaier zit dus volledig in elkaar. En om hem dus ook echt te gaan testen, heb ik hier mee deze powerbank genomen. Dit is een powerbank die ik een aantal video's geleden heb gemaakt. En die zit vast door middel van twee bouten. Ik ga het losdraaien en dan druk ik hier dus. Dan zet ik dit op los. En dan als ik hier op druk, als drukknop, dan begint het dus te draaien. En het werkt dus echt. Als jullie dit nu een leuke video vonden, doe dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Abonneer gratis op mijn kanaal en tot een volgende video.